Leven. mijn naam is Dardro en welkom op mijn YouTube-kanaal. Vandaag, misschien een iets andere video dan een vlog. Het is vandaag een gewone video. Of ja, een gewone video. Een video met een dramatisch eind. Ja, een einde aan Twitch TV. We stoppen met streamen op Twitch. Voor mij, voor altijd, we gaan het zien. Ik ga mijn best doen. Ik ga gewoon blijven knallen. Ik ga 100% knallen. Maar niet op Twitch. Op Kik. Kik is een ander platform, een platform waar al veel mensen iets over hebben gehoord. En ik heb heel veel uh, commoties zien voorbij komen. Mensen die zeggen: van... Nou, waarom gaat ze naar Kik? Kik gaat even uh, snel failliet gaan naar Mixer en noem maar op. Dat kan zijn. Dat kan zijn dat jullie gelijk hebben, maar het kan ook zijn dat jullie geen gelijk hebben. En wat als jullie geen gelijk hebben? Wat als Kik binnen x aantal tijd het grootste platform iets overneemt en iedereen overschakelt. Wat als we dan pas weer op de kar moeten springen? Moeten we dan weer gaan surfen op de golven van succes? Van iemand anders. Moeten we dan weer al gaan afhangen van een community die al bestaat en ons gaat cancelen van de eerste seconde, omdat we beter zijn dan een ander. Nee, dat gaan we niet doen. Wij gaan nu al gaan met de daardoor van. Wij gaan nu al laten zien dat onze community de daardoor van een trouwe hechte community, een trouwe hechte familie is, die maximaal gaat supporten. En op de basis daarvan gaan we verder bouwen en hopelijk nieuwe mensen gaan netwerken op het platform Kik. En ongetwijfeld, als het een succes wordt, komt iedereen toch over. Want waarom ga ik naar Kik? Want dat is de vraag van. Onvelen. Een van de redenen waarom ik sowieso overschakel, is reclame. Reclame wordt tegenwoordig op Twitch door eens trots gedouwer dat het niet meer schoon is. Iedereen moet maar verplicht die sub nemen of turbo nemen om geen reclames te zien. Mij maakt het eigenlijk niet veel uit. Hè? mensen betalen een sub en klaar. Ik heb er zelf ook niet veel aan. Maar het punt is dat ik elke keer een zin moet herhalen. Ik moet constant dingen herhalen. Ik ben live en ik moet dingen waar ik zeg en wat improvisatie is van het moment, moet ik gaan herhalen voor iemand dat reclame krijgt. En begrijp me niet verkeerd, je moet geen sub nemen om geen reclame te zien. Maar op Twitch moet dat blijkbaar wel. Daar wil ik vanaf. Ik wil mensen die het geld niet hebben of niet willen spenderen aan een sub. Die mensen die wil ik vrij daarvan maken. En gewoon in mijn stream kunnen kijken. Zonder geld te hoeven te betalen. Om geen reclame te kunnen zien. Ja, want zo is het wel. Dus dat is puntje 1. Puntje 2, we kunnen betere kwaliteit gaan streamen. We krijgen meer bandbreedte. Dus we kunnen betere kwaliteit gaan leveren. Nog betere kwaliteit dan wat jullie nu al zien. Puntje 3. De sub kost 5 euro per maand. Is 1 euro meer dan Twitch. Op Twitch is het altijd 5 euro geweest, maar sinds kort 4 euro. Bekijk het gewoon als, er is niks veranderd op Twitch. Op Kik is het ook 5 euro voor een sub. Maar van die 5 euro gaat er wel van jouw 5 euro 3,5 euro naar mij. Als je op Kik 5 euro uh, sub betaalt hè, in de tijd. Ja, dan komt er net geen 2 euro op mijn rekening te staan. Dus dat is dan het grote verschil. Het verschil wat ik wel belangrijk vind. Mensen, die geven hun zuurverdiende centen... Aan een streamen om hem of haar te supporten. Maar de helft van je geld, meer dan de helft van je geld zelfs, is gewoon al als sneeuw voor de zon verdwenen. Op kick is het anders en daar heb je 70-30% verhouding. Dus uiteindelijk, puntje 1, betere kwaliteit. Puntje 2, geen reclame. Dus je kunt gewoon naar mijn stream kijken. Ik hoef ook niks te herhalen. Iedereen kan kijken. Gratis en voor niks. En ten derde, als je mij een sub gunt. Dan is het 3,50 euro die naar mij komt in plaats van nog geen 2 euro. Voor de rest verandert er heel weinig. Een andere platform, een andere chat. Maar wat heel belangrijk is, is dat we nu vrijdag, dus binnen 2 dagen, wanneer deze video online komt, binnen 2 dagen, dan gaan we naar Kik. Ja, dan hebben we onze affiliate. Want nu vrijdag gaan we 5 uur streamen. Want we hebben hier. Ja, wel kijk eens aan. We hebben hier gewoon al onze achievements. Onze achievements van de affiliate behaald. We zijn nog geen uur live geweest. Nog geen seconde live geweest. En we hebben al 91 volgers behaald. De daardoorfam gaat fucking hard. Dus als je dit ziet. Ga alsjeblieft volgen. Hoe meer volgers, hoe beter en hoe sneller dat we op die trein naar succes zitten. Want ik wil als eerste Belg die partner in het Nederlands talige uh, streamen behalen. Ja? Dat is eigenlijk wel de bedoeling. Ik wil die partner knallen. En als we zien dat die affiliate al gewoon... Maximaal aan het knallen is. Gaan we nu gewoon vrijdag vijf uurtjes live met een muziekje, een, een, een achtergrondje, wat dan ook, whatever. Ik heb nog plannen in relive. Ik ga er niet heel veel zelf aanwezig zijn, maar in die vijf uur tijd, als die vijf uur gevuld is, kunnen wij onze subscriptions enableen. Ja? Dat wil zeggen dat er 25 founder badges weg te geven zijn. Wat is een founder badge? Een founder badge is een badge die voor hun naam komt te staan. En die badge die behoud je voor de rest van je leven op het platform. Er zijn er maar 25 voor de eerste 25 single subscribers. Dat wil zeggen, als die stream live gaat en iemand geeft 10 gifted subs en jij zit daarbij, kan jij geen kans meer maken op die eerste 25. Want als die eerste 25 single subs voorbij zijn. Dan zijn ze gekocht. En dan kunnen we niet meer aan die Founder-badges. Dus als je die Founder-badge wint, dan zou ik zeggen: bekijk al maar vrijdagavond wanneer ik op enable subscription duw. Want vanaf dan iets later is het mogelijk om al te subben. Bij de eerste 25 zijn, ik heb een mooie Founder-badge. Die je dus hier even kan zien. Deze badge komt voor een aantal te staan in de chat. Zaterdag van 1 tot en met 7 uur gaan we knallen op Kik. We gaan maximaal knallen samen met de daardoor van. We gaan nieuwe mensen ontmoeten. We gaan nieuwe followers binnenharken. We gaan gewoon de community nog groter laten worden. Ten een van de grootste van België. En op Kik gaan we als eerste partner halen. Met jullie allemaal samen. Ik doe het niet alleen, maar wij allemaal samen. Oké, okay, dus wat vinden jullie van deze video? Het is misschien voor sommige mensen een twijfelgeval. Ik weet het, het is inderdaad een twijfelgeval. Maar als we het niet proberen en we gaan niet op onze bek, dan kunnen we er niet uit leren. Stel het is wel een succesverhaal, dan komen we weer achter en ik wil bij deze bij de eerste zijn. Dus we gaan het gewoon proberen. Faalt het, valt het, maar daar ga ik niet van uit. We gaan ervan uit dat het gewoon een succes gaat worden. En er staat heel veel nice op de planning. Bijvoorbeeld ook King of the Chat en zo. Ze hebben heel veel leuke dingen die me nogal uh, heel veel laten denken aan Mixer tijden. En Mixer was een heel leuk platform om te streamen. Begrijp me niet verkeerd. Ik vond het veel leuker dan op Twitch. Alleen jammer genoeg ging ze failliet. Maar dat gaat bij Kik niet het geval zijn. Dus we gaan lekker knallen en we gaan. Kik some ass, zal we zijn. We gaan het lekker laten kicken. Dikke merci om te kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe dan een duimpje omhoog. Laat weten we in de reacties hier beneden wat jullie mening is. En dan zie ik jullie volgende week woensdag om vier uur terug bij een gloednieuwe vlog. Ja, en dan dat, dat, dat was het eigenlijk. Dus bij deze flex de biceps. En yo. Welkom bij de Darkrofam. Schuif maar aan en de